Na lange tijd. Ja, een beetje. Super tof dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Van der Pad, zoals iedereen weet. En ik was bezig eigenlijk al vlogstukjes al op mijn computer aan het zetten, maar dat lukt niet. Dus ik ga even wat anders verzinnen, hoe en wat, hoe ik dat heb opgelost, weet ik nog niet. Maar het lukte niet om mijn computer te zetten, helaas. Maar ja, wat ik ook nu ga doen, is klaarmaken om richting werk te gaan. Want over 3 minuten moet ik al op mijn werk zijn namelijk. Dus ga ik daar klaar voor maken. En wat ik nog een keer ook weer ga proberen is even nog een keer proberen met de kaart. Maar we gaan het zo meteen zien. En ik heb lekker lopen lunchen. Dat is lekker yoghurt met rode fruit. Dat is wel ongelooflijk lekker. Maar je moet er wel van houden. En je moet eraan wennen. Moet ik wel ook eerlijk zeggen. Maar het is wel lekker. En dan moet je ongezout hebben. Ben ik letterlijk en figuurlijk bij mijn werk. Begint het telkens harder te regenen. Godverdamme, ja. Ja, de capuchon maar op. Capuchon. Kom tevoorschijn. Hoppakee. Zo, kwabba. Oh, wat heb ik hekel aan regen, zeg. Niet normaal. Maar ja, ik ben al, wat ik al zei, richting werk. Zoals jullie zien, ga ik lekker werken. En ik ga waarschijnlijk... als Carmen met werken afspraak maken bij de dokter. Want ik heb last van mijn grote teen waar ik ooit ben geopereerd voor ontstoken teen. En ja, ik heb waarschijnlijk weer ontstoken teen. Dus dat vind ik wel een beetje balen en wel jammer. Maar ja. Dus ik ga vanmiddag al, als ik thuis ben, ga ik afspraak maken bij de dokter. En misschien ga ik nog volgen bij de dokter als het vandaag is, in ieder geval. Maar dat gaan we allemaal zien. Maar wat we eerst gaan doen, is het even lekker weg. Wat ik eerst ga doen, ik ben net thuis gekomen, namelijk een lekker radio aangezet. En lekker even bak soda gemaakt. Want, ik heb ongelooflijk zeer aan mijn teen. En ik dacht, ik doe hem eerst in soda. Voordat ik trouwens ga bellen. Want misschien... Ik denk dat ik dat morgen pas ga doen. Want misschien is het dan over. Want hij is wel enorm kapot rood. Dus ik doe hem even eerst in soda voor de zekerheid. Kijk maar hoe groot die is. Namelijk. Oh. Ja, ik doe hem even in soda. En dan, ja, wat we in ieder geval nu doen. Oh. Zo, dat is even wel lekker. En tussen die tijd ga ik even niet bewegen. Alleen mijn voeten in een soda. En dan lekker wachten maar. Dus laten we dat even in ieder geval doen. En ik ga even... Ik weet niet hoe lang in het badje zit. Ik ga even opzoeken hoe lang het eigenlijk moet. En dan zie ik wel. En dan laat ik jullie wel weten hoe lang die erin moet. En ik heb weer uitgehaald, want ik heb ineens ook gezien dat het eigenlijk helemaal niet goed voor je. Voor mijn ontstoken teen is. Wat ik eens moet doen is een paar dagen wachten. En kijken dat de pers uitkomt. Dus dan moet ik daarop wachten. En dan ga ik nu maar wel leeg gooien. Dus ja. En dan ga ik nu ook maar lekker even... klaarmaken en ik zit de hele tijd over de sim een stukje van de kaart te kijken, maar ik weet niet hoe dat godsnaam wat aan de hand is met die kaart. Maar ja, ik ga er zo meteen even naar kijken, want ik wil zo geheugenkaarten van mijn camera, wat jullie nu eigenlijk allemaal even wat zien, wil ik alle beelden wil ik op mijn computer zetten, maar dat lukt niet. En ik ben proberen nu opnieuw op te starten, kijk dat daar iets mee te maken heeft. En ga kijken of dat dan werkt. We gaan het zien. Maar ja, ik ga in ieder geval nu eerst even lekker nog een bakje koffie zetten. Even lekker al schoenen gewisseld. Want deze schoenen die ik nu aan heb, deze, die zit zo lekker namelijk. Deze. Oh,
Want die vind ik lekker schoenen, maar die gebruik ik meestal het weekend namelijk. En de andere, ik heb nog een schoen, twee schoenen, die gebruik ik dan voor werk. Dus vandaar. Maar lekker nieuw bakje kapoor. En het is nu al bijna 2 uur geweldig. Bijna twee uur worden. En gelukkig heb ik nog eten van vanavond. Dus, en dat is lekker iets van. Ik heb al vaker op. Oh, kijk, mijn laptop, computer gedaan. En ik heb nog naar mijn oude laptop gekeken. Er is iets met mijn harde schijf. Maar wat precies? Geen flauw idee. Maar ja, maar wat ik al zei, wat ik vanavond ga eten is deze. Namelijk, dat heet Goosh. Dus die ga ik dan vanavond eten. En dan ga ik daar lekker van smullen. En nu lekker bakje koffie. Na lange tijd, ik ben je best wel een beetje blijven kleven eigenlijk. Laten we zo zeggen. Denk je van, zonder waar heb je het over? Dat snap ik. Ik draai nu even op deze kant manier om, voor een reden. En dat is, ik weet niet of jullie weten waardoor het op petje kwam toen ik ineens. Maar er is iets nu weg. En dat is de spiegel. Na zoveel tijd is eindelijk de spiegel weg. Oh, wat heb ik daar last van gehad. Ik zat echt aan het irriteren om eerlijk te zeggen. Maar ik ga er gewoon niet toe of heb ik niks over gezegd. Maar ja, daar hebben jullie niks aan. Tuurlijk. En ik ga nu lekker nog een laatste bakje koffie zetten. En dan klaarmaken om dadelijk ook vanavond te eten. Want het is nu over een paar minuutjes is het al 4 uur. Ja, tijd gaat hard. Dus ga ik eerst even deze doen. Terwijl ik ga nog aanzetten, maar oké. Ja. Ga ik lekker het laatste bakje zetten, denk ik. En dan ga ik ook nog eten. Gaia denkt, het is ook heel vaak, ga ik naar de keuken. En dan vergeet ik gewoon eten te maken. Denk Gaia dat hij eten wilt. Zo. En deze valt ook er vanaf. Deze moet nou blijven zitten, terwijl het nu minder zwaar lijkt. Eigenlijk. Maar oké. Kan jij? Je krijgt geen eten. Krijg ik pas over 2 uurtjes pas. Nou, bijna een uur. Half uur en een uur. Laten we zo zeggen. Ja? Ja, dus ga ik even naar de koffie. Dus ik hoop dat het duidelijk is voor Ganja. En dus wat is het ook trouwens prachtige weer buiten, hè? Zo ongelooflijk mooi. En wat ben ik blij dat die spiegel weg is. Ja, dan ben ik weer in ieder geval vanaf. Dus dat is ook weer geregeld. Zo, ik ga maar klaarmaken om maar lekker eten te maken. En eerst even fles water even vullen. Want ik heb zo droge keel, brandende. Zo, ik ben verloren. Oh, ik heb even koud water nodig. Wat ik nu ga doen is in ieder geval even lekker eten maken. En dat is wat ik al had verteld, dat is deze eten. Die ga ik ook loshalen, namelijk. Al ben ik al mee bezig. Maar ik snap alleen niet wat ik al vanmiddag had verteld, trouwens. Want het is nu precies 6 uur geweest. Wat ik alleen niet snap wat de reden van is, dat eigenlijk niet goed is om eigenlijk nou voet en soda. Want mijn moeder zei wel en ik had op internet. Ja, dan ga ik eens. Ja. Laat even weten in de reactie of jullie er iets van weten. Of het nou wel goed is voor je teen of niet. Maar laat even weten in de reactie. En daar ben ik wel benieuwd naar. En ik ga nu even lekker die eten lekker klaarmaken. Deze was klaar. Deze kan eruit. Maar ik heb ook weer gehoord dat ook soda is goed trouwens voor je toilet. Dus ga ik dadelijk ook maar even doen. Ga ik die lekker neerleggen. En kijk hoe lang die moet. Kijk hoor. 15 minuten en 180 graden. Dus die. Die. En die. En dan klaar. En dan eten maar. Ik hoorde dat de magnetron is afgegaan. Magnetron oven. Beide. Dat hij is afgegaan, dus ik pak mijn bordje erbij. Dan gaan we er lekker van smullen.
En wat ik altijd heel vaak doe. Zo. Ga ik ze nu snijden. Maar het is echt heel lang geleden dat ik dit op heb. Maar ik denk dat het wel ongelooflijk gezond is. Ben ik wel eigenlijk benieuwd naar wat er allemaal eigenlijk in zit. Of is dat eigenlijk helemaal niet belangrijk? Min een maand gebruik staat alleen in geval. 2000 koolzuur. Dus. Maar het is eigenlijk ook een keer een goed idee om een keer via zo'n app, want ik heb een app, heb ik een stappenteller en hoeveel koffie ik drink en enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar dat wil ik eigenlijk nu wel in de gaten doen, houden. Maar dat is best wel moeilijk, want ik ben heel veel dingen aan het doen. Ik ben er nu toevallig eigenlijk YouTube aan kijken, bijvoorbeeld dat, weet je, noem het nou als voorbeeld. Maar wat we ook nu gaan doen is even dit snijden. Ook weer gedaan. En ik kan je trouwens een leuk verhaal vertellen. Mijn vader belde mijn huistelefoon. Ik heb natuurlijk ook huistelefoon. En hij belde mij en zegt voor de grap, want ik heb zo'n kastje natuurlijk van hem nog. En die zegt, weet je Sander, zal ik vanavond naar de langsweek komen? Ik zeg, nee, ik kom morgen over bij je langs. Ga ik het even ophalen, ga ik bij je brengen, bla 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 bla. Nee, ik kom even, nee, ik zeg, nee, ik kom wel even bij je brengen morgen. Maar waar ben je nu dan? Ben je thuis? Ik zeg, nee, ik ben niet thuis. Terwijl hij mijn huistelefoon belde. En dan gaat hij nog vragen, maar waar ben je dan? Oh, maar je bent wel thuis, want ik ben bij je huistelefoon. Dat vond ik zo geniaal. Hij trapte gewoon letterlijk in. En als ik weer terugdenk, ik vind hem weer geweldig. Maar wat ik ook ga doen is, kijk, eten. Zo heerlijk gegeten en... Dus al een tijdje verder, het is al 9 uur geweest. Bijna over half uurtje, al 10 uur. Namelijk, en ik ga lekker een beetje toe aanmaken om naar bed in te gaan. Een paar dingen weggooien en lekker dan bed in. Morgen weer een dag. Vandaar. En ik ga nu lekker slapen en nu ook weer richting bed. Wat ik tegen jullie wil zeggen is, tegen jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso een blij duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou het top zijn als je je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Word vader. Dus word vader. Hoe geweldig nieuws is dat? En de vraag denk ik jullie af van Sander, hoe weet je dat? Nou, ik heb natuurlijk bij de jury gezeten van Special Media Award. Jury.